Dit is mijn nieuwe keuken. Ik heb 10 van die paletten gekocht en ik ga daar 2 kookeilanden van maken. Op wielen met een proper werkblad, dus dat gaat niet zo van dat vuil hout zijn. Maakt van alles cool en aangezien dat ik zelf niet veel kan en ik ben niet zo'n handige, was het heel gemakkelijk om paletten te kopen en te gebruiken. Dus ik ga die in elkaar vijzen, wieltjes eronder, werkblad erover en dan zou het normaal gezien klaar zijn. Let's go! Deze is de hoogte en dan nu het werkblad. Cool, ik ben hier super blij mee. Dat is een beetje beter dan die plooitafeltjes. Het is misschien nog tijdelijk, maar ik denk dat ik hier een tijdje mee verder kan. Ik kan het eigenlijk toch niet laten. Ik ga nog heel rap de tweede gewoon in elkaar vijzen. En ik zal ze dan alle twee wel op een andere dag volledig afwerken, afschuren en zien dat het proper is. Ik ga er een timelapse van maken. Tweede kookeiland, go! Voilà, zijn 2 kookeilanden gemaakt van europaletten, een werkblad erover en op wieltjes, zodat je het altijd kunt verplaatsen. Goed, nu moet ik echt naar huis gaan, want anders gaat Ella helemaal alleen moeten eten.